De 1-0 overwinning op Feyenoord. De stijgende lijn van de afgelopen week is doorgezet. Ik ben vooral blij dat het vandaag ook 90 minuten was. De kritiek van de afgelopen weken was nog wel een beetje van de tweede helft stak Groningen toch wat in. Als je vandaag ziet hoe we Feyenoord hebben afgebluft 90 minuten lang, dan heb ik daar ontzettend van genoten. En steun van het publiek erbij. Dat is fantastisch. Ja, is een feestje ook na afloop met het publiek nog op de tribune. Is dat gebruikelijk hier in Groningen? Ja, tuurlijk. Weet je, kijk, supporters zijn ook niet verwend de eerste seizoen zelf. Als het dan een keer goed gaat zoals nu, dan mag je dat ook een keer vieren met supporters. Dat hebben ze ook verdiend. Ik hoop dat er nog veel van die overwinningen gaan volgen. Alleen, we moeten niet in de war raken. We hebben nog steeds maar 27 punten. We moeten gewoon nog steeds onderin wegblijven. Dat is doel nummer 1 en daarna zien we wel verder. Ja, dat kan inderdaad doel nummer 1 zijn, maar doel nummer 2 is dan wel misschien nog play-offs halen. Dat kan nu wel weer. Ja, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is misschien een cliché, maar ik kijk daar helemaal niet naar. Ik wil eerst dat wij onderin wegblijven. Dat is het belangrijkste. We hebben van tevoren gezegd, na de winststop, we zullen minimaal 36 punten moeten halen. Om weg te blijven. Dus we zullen dat 3 keer moeten winnen. Dat moet zeker mogelijk zijn. Alleen je moet nu niet naast de schoenen gaan lopen, omdat je nu toevallig 3 keer achter elkaar gewonnen hebt. We moeten zorgen dat volgende week zaterdag 4 wordt. Dat is misschien wel een moeilijke wedstrijd dan vandaag. Maar goed, Feyenoord is opgerold, dus hoort er een leuk feestje bij. Kai Sierhuis stond hier net, die zei dat hij het Groningse feestje nog niet echt ontdekt heeft. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders zijn hier, dus ik ga niet met hem mee in de stad heen vanavond. Het is gezellig in de stad, een leuke stad, veel studenten. Het is altijd wel een drankje te doen, dat is geen probleem. Dan moet hij maar eens even kijken vanavond, denk ik. Hij zei dat hij een beetje op sleeptouw genomen moest worden door de oudere jongens. Misschien dat jouw taak vandaag niet, maar een andere keer misschien? Vind je mij al oud? Ik ben ouder in ieder geval. Nee, ja, ik zeg 26, ja, dan ben je al bijna oud, hè. Nee, maar. Nee, ik moet zeggen, ik ben wel eens mee geweest met de jongens, maar dat moet een keer kunnen aan een overwinning, vind ik. even wat eten met elkaar of even een drankje doen, dat is prima. Alleen vandaag is het niet mijn beurt. Hij is top, fit als hij een avondje doorzakt. Jij ligt een dag op de bank, denk ik. Ja, leeftijd, hè. Nee, maar ik drink sowieso door het seizoen drink ik niet. En in de vakantie kan rustig een keer wat drinken, daar gaat het niet om. Maar je moet zorgen dat je fit bent, goed herstellen. Klinkt allemaal heel cliché, ik weet het. Maar het is wel echt wat mij fit houdt en op de been houdt, zeg maar. Dat is het belangrijkste om elke dag te kunnen presteren. Een klein biertje met pa dan? Nee, want ik drink geen bier, dus dat wordt lastig. Geniet ervan. Dankjewel.